We beginnen met een doorbraak in een onderzoek naar zware criminaliteit. Een man is aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij maar liefst 5 moorden. Suzanne Lesquier van de politie Midden-Nederland, welkom. Dank je. En jij weet daar meer over. Ja, we hebben gisterochtend een 44-jarige man aangehouden. En hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij allereerst de dubbele moord op 2 mannen bij het Van der Valk Hotel in Houten. De dubbele moord in Amersfoort op Mohammed Al-Razi en Sami Jabli. Daar hebben we eind november nog aandacht aan besteed in dit programma. En de moord op een man in het Brabantse Steenbergen. Ja, groot nieuws dus, die aanhouding. En die moord in Houten, die dubbele moord, was in december 2011. Klopt, toen zijn deze 2 mannen geliquideerd op het parkeerterrein van het Van der Valk Hotel langs de A27. Het was rond 8 uur 's avonds op 23 december. En het was weer druk vanwege de feestdagen die eraan kwamen. Tientallen gasten waren destijds getuigen toen de 2 mannen voor de ingang van het hotel werden neergeschoten. Er is nu een verdachte. Hoe zijn jullie hem op het spoor gekomen? Nou, een paar maanden geleden maakten we bekend dat de onderzoeken naar de moord op Mohammed Al-Razi en die op Sami Jabli werden heropend. Dat deden we omdat we nieuwe informatie hadden binnengekregen bij de recherche. En dat kwam door onder andere cryptocommunicatie. Nou, daar zijn we mee aan de gang gegaan. En we hebben toen ook nauwkeurig gekeken naar mogelijke verbanden met andere zaken. Nou, mede daardoor, door uitgebreid onderzoek, zijn we deze verdachte op het spoor gekomen. Het gaat overigens om een man die al vastzit voor een ander misdrijf en hij blijft dus voorlopig vastzitten. Ja, en ondanks dat hij vastzit, zijn jullie nog wel op zoek naar informatie? Ja, meer informatie is altijd welkom. Dus als er mensen rondlopen waar we nog niet eerder contact mee hebben gehad en die iets weten over deze moorden, dan komen we daar graag mee in contact. Misschien dat mensen nu wel durven praten omdat de verdachte blijft vastzitten. Contact opnemen kan natuurlijk altijd via de gebruikelijke tipnummers, maar dat kan ook via Team Nationale Inlichtingen. En dan kan je informatie met ons delen op een vertrouwelijke en anonieme manier. En dat nummer is 088-661-7734. En dat nummer staat ook onder in beeld.